je socials? Paulus. Hoe is het? Goed. Deze laatste dag. Ga je foto's maken ook nog? Ja. Ja, dat is het einde van een tijdperk. Ja, zeker. Dus we hadden het ook in het college van burgemeester en wethouders over. En toen zeiden we, ja, we kunnen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zo. Dus daarom ben ik hier ook, omdat ik weet dat je na bijna 42 jaar... Bijna 42. ...deze vanavond de zaak gaat sluiten. En ik heb het zelf natuurlijk van Nijmegen meegemaakt. Ja, ik je kan vanaf, wel vanaf. Ja, precies. Dat het hier nog een ander soort winkeltje was. En dat als je hier kwam, dan was het altijd van... Ja, die valt er tussen 6 klanten gelijk door. Van, ja, die en die. En is dat nog steeds. Ja. Dus dat komen nog goed, staat goed voor de geest. Maar je hebt natuurlijk een actieve voetbalcarrière gehad. Met bijzondere cijfers die niemand waarschijnlijk ook meer gaat... Gaat niemand meer halen bij VS. Dus we vonden uiteindelijk, als burgemeester en wethouders, dat we jou wel moesten eren. Zo. Omdat je hebt 41 jaar niet alleen... Als ondernemer, hè, want dat is ook bijzonder, maar ook als toch ook icoon voor de sport in Leiden. En ook als hulp voor al die verenigingen altijd. Daar heb je altijd heel veel tijd in gestopt. En ook volgens mij ook heel veel, ben er ook niet rijk van geworden. Met antwoord ben je ook veel te aardig geweest voor het verenigingsleven. Dat durf ik ook wel te stellen. En daarom vonden wij het als burgemeester en wethouders gepast om jou. We hebben in Leiden, voor mensen die bijzondere verrichtingen hebben verricht voor de stad... Hebben we het zogenaamde Cornelis Joppens beeld. Kijk. En dat is als eerbetoon aan jou en aan je lange carrière en aan al je hulp voor de lijn. Dank je, Paul. Zeg maar voor jou. Dank. Van harte verdiend, man. Dank je wel. Hé, dat is mooi, hè, Wijn? Ja, dat is heel mooi. Ja. Dus geef hem een mooi plekje. Ja, hier zit een doosje nog in de kleding. Okay. Alles netjes. Dank je. Ja, nou. Ja, leuk. Graag gedaan.